Ricardo! We zijn half april, het voorjaar is volop aan de gang. Water begint terug helder te worden, begint boven de 10 graden uit te gaan. De natuur ontwaakt terug, 's morgens fluiten de vogels. Ik vind dit de mooiste tijd van het jaar om aan het water te zitten, persoonlijk. De vissen zitten nog echt op een mooi gewicht en zitten nog een beetje in het winterkleed. Dus ja, ik vind het echt super om nu aan de waterkant te vertoeven. Ricardo is iets later aangekomen. De hengeltjes liggen ondertussen al spot on. Ik heb de stekjes lichtjes voorzien van wat voer deze week. Maar de aanpak, daar gaan we later nog op terugkomen. Hoe dat ik het liefste aanpak in het voorjaar. Het tentje en de bedsheer staat recht. Ik ga op mijn gemakje een kop koffie zetten. En misschien nog wat richtjes knopen, want daar heb ik deze week nog geen tijd voor gehad. En dan is het wachten op actie. Ik hoop dat jullie net zoals mij kunnen meegenieten van de komende 24 uur. Yo. Bye. Yo. Hangen. Hey. De waker die trok heel even tot tegen de hengel. Ik vis geblokt, want ik ben tegen de takken aan het vissen. Maar we moeten nu het water in, want we moeten die vis eruit halen. Ik lig te vissen in een hoek. En enerzijds moet ik de vis van de takken wegkrijgen en anderzijds moet ik de vis ook weer op tijd onderscheppen zodat hij niet in andere takken kan komen. Dus het is altijd even spannend in het begin. Maar goed, we zitten in open water en nu is het even spannend. Hopen dat we de vis kunnen landen. Het voelt in elk geval goed aan, dus ik ga me even concentreren op de drill. Bam! Dit is een klapper. Come on! Terwijl de vis in het rusten is in de sling, ga ik onmiddellijk de hengel terug uitvaren. Dus het heeft wel geloond om onmiddellijk een richtje klaar te maken. Waar we naartoe varen, dat is eigenlijk de diepste hoek van het water. Raar maar waar, in het voorjaar zou ik eerder vissen in het minder diepe. Maar de vissen heb ik hier vorige dagen verschillende keren zien zonnen tussen de takken. Dus ik vis dan ook vlak voor die takken met heel attractief aas. Wat is attractief aas? Zoete maïs, bollies wat in het water van de maïs hebben gesoakt en wat licht verteerbaar aas erbij. Niet te veel, net genoeg om die vissen te triggeren. Het lijkt erop alsof Ricardo rondbuikige dames aantrekt, want de vorige filmsessie begon juist hetzelfde. Andere vis, ander water. Maar wat een... Ai, het is weer frappant, hè. 3 uurtjes aan het vissen en onmiddellijk een van het A-team op de mat. Jongens, jongens. De sessie is nu al geslaagd. En we moeten eigenlijk nog te goed beginnen. Wat een bak, heerlijk. Oh. Nog een laatste blik in de avondzon. Wat gaat de tijd snel als geamuseerd, hè? Man, wat een bak. Voetbal 2.0. Oh, wat een sessie, nu al. Ze mag op haar gemak terug gaan zwemmen. En haar zus uitnodigen voor vanavond op de maaltijd. Jongens, jongens. Terwijl ik nog aan het nagenieten ben van die vangst van daar straks, hebben we juist een lekkere maaltijd gegeten. Ondertussen is de zon achter de bomen en ja, je ziet, ik heb de muts en de jas aan. Het is onmiddellijk een stuk kouder, wat de tijd van het jaar ook weer typeert. Het belooft ook een koude nacht te worden. Als ik me niet vergis hebben ze 2 graden voorspeld vannacht. Dus ja. We gaan zien wat de nacht brengt. In principe kan voor mij de sessie al niet meer stuk. Wat redelijk nog is, denk ik. Maar mocht er nog iets spannends gebeuren, komen we zeker nog terug. Zo niet, dan zien jullie morgen vroeg als de zon terug opkomt. Dus we kruisen de vingers om, voor een goede nachtrust. Dat mag voor mij, een goede nachtrust. En morgen vroeg actie bij Eerste Licht. Hopelijk. We gaan het zien. We hadden gezegd dat als het de moeite was, dat we zouden terugkomen. Het is ondertussen 11 uur en ik heb zo net een van de grootste schubs van het water mogen vangen. Jongens, net geen meter lang en weer over de 20 kilo. Dit gaat nergens over. Jongens, kijk eens wat een bak. Wow. Boom. Wat een vis. Zo zie je dat ze juist technieken gebruikt in het voorjaar, dat het echt kan lonen. Maar morgen gaan we daar meer over vertellen. Jongens, wat een droom alweer. Ongelooflijk. Ik ga jullie nog even de andere kant laten zien en dan mag ze weer zwemmen. Oh. De andere kant is gewoon even mooi. Er valt niks over te zeggen, toch? Oh. Mijn handen zijn aan het bevriezen, maar dat kan de pret niet drukken. Wat een fantastische vis. Yes. Kijk eens aan. Deze mag terug zwemmen. Ik zou zeggen, goeie nachtrust. Ik ga in elk geval goed slapen. Daar ben ik zeker van. Man, man, man. Wat een vis. Ik had het nog voorspeld aan Ricardo dat ik echt elk moment verwacht dat hij ging vertrekken. En ik knalde er weer vandoor. Snel de boot in en zorgen dat hij het net belandt. We zijn terug in de voormiddag en zoals ik tegen Ricardo zei, ik denk dat hij terug gaat aflopen. Gebeurt het ook. Waar dat ik vorige week de vissen heb zien zwemmen, daar kruipen ze toch elke keer opnieuw naartoe. En net zoals gisteren is het dezelfde hengel die wat vertrekt. Het is niet meer hetzelfde gewicht, maar dat interesseert me echt niet meer. De sessie is al meer als geslaagd. Mooi hè, nog volledig in het bruine kleur, de winterkleur, zitten er toch nog wat in. Ik ga jullie nog even de andere kant laten zien en dan mag hij weer gaan zwemmen. Een oud karaktervisje met kleine vinnen. Hij vocht nogthans redelijk goed. Heerlijk. We gaan hem terug vrijlaten. Als slot van deze video wil ik jullie, net zoals ik gisteren heb gezegd, mijn aanpak in het voorjaar meegeven. Ik wil jullie even meenemen in de voorbije 2 weken op dit water. Want ik ben hoofdzakelijk hier aanwezig geweest binnen mijn visserij. Waar let je op in het voorjaar? Hoe ga je te werk? Hoe ga je voeren? Als je überhaupt wilt voeren. Want er is wel degelijk een groot verschil van water tot water. En als ik praat over voeren in het voorjaar, ga ik altijd kijken naar het bestand. Dit water heeft vooral grotere vissen erin zwemmen. En dat wil zeggen dat die grotere vissen meer vetreserves hebben dan bijvoorbeeld kleine vissen. Kleine vissen hebben minder vetreserves, dus die gaan sneller op zoek naar een hapje. Een grotere vis die gaat eerder af en toe eens een klein beetje eten en langzaam op gang komen. Maar één ding is en blijft op die water hetzelfde, en dat is de plaats waar dat je die vissen gaat terugvinden. Een vis gaat in het voorjaar nooit in het diepe gedeelte van het water hangen. Die vissen die gaan over het algemeen proberen zoveel mogelijk zon mee te pikken. Die gaan proberen op de warme uren in de volle zonnestraal te gaan liggen en ja, op te warmen. Vissen zijn koudbloedige beesten. Die hebben niet zoveel voedingsstoffen nodig als het water koud is. Dus neem dat vooral mee. Doe jezelf en je kameraden of conculega's, als ik het zo kan zeggen, niet dood door onmiddellijk in het voorjaar zwaar te beginnen storten met voer. Je gaat ze niet op het voer krijgen tenzij dat je het legt waar dat ze effectief liggen. En dat is dus de sleutel tot succes in mijn ogen in het voorjaar. Probeer te weten te komen waar die vissen gaan genieten van die zonnestralen. Dat is niet altijd de voedingszone. Ze gaan niet altijd eten waar dat je ze ziet liggen tijdens de dag. Maar als je kunt vissen waar dat ze liggen, dan is je kans op succes des te groter. Hier heb ik bijvoorbeeld de voorbije 2 weken 1 keer gevist, maar ik ben wel 5 of 6 keer met de boot komen rondvaren. En wanneer doe ik dat? Vooral op het warmste moment van de dag. Als de zon echt hoog staat en er zo weinig mogelijk wind op het water staat, dan zie je gewoon die vissen verschijnen. Die komen van op de bodem, komen die in de zon liggen. En als je ze ziet liggen, dan weet je ook waar dat je ze om en bij gaat kunnen belagen. Het moet natuurlijk een haalbare kaart zijn. Vandaag vis ik ook met 1 hengel tegen de takken op, tegen de obstakels op. Ga niet in de obstakels vissen. Probeer er iets voor te vissen. En probeer ze door een hoge attractiewaarde van je aas op je stek te trekken. De voorbije weken ben ik hier regelmatig komen kijken, observeren. En daar heb ik 3 keren op de stekken waar ik nu ben aan het vissen, vissen gezien in de namiddag. Dat waren niet 2 vissen, dat waren echt wel redelijk wat vissen wat je dan ziet liggen. Ja, en als je daar dan enkele gebroken bollies en wat zoete maïs bijvoorbeeld overheen kunt strooien, dan kennen ze het aas en dan weten ze ook, ah, hier is regelmatig een lekker hapje te vinden. Als dat aas dan ook nog eens van een goede voedingswaarde is, ja, dan gaat die vis er echt wel beter van worden. Hè. Het spijsverteringsstelsel begint nog maar op gang te komen. En als dat dan met kwalitatief aas is, dan ben ik er zeker van dat die vis snel terug een klein hapje gaat nemen en daar uiteindelijk beter van gaat worden. Want we zitten in het begin van het jaar, alles moet nog op gang komen. Dus gooi niet te veel voer erin, doe dat rustig aan. Vorige week heb ik een eerste sessie gevist hier. Ben ik onmiddellijk enorm beloond geweest. Niet zo gewichtig als de voorbije sessie. Maar ja, er waren echt parels van vissen bij. Ik heb hier het kroonjuweel van het water mogen vangen. Ja, ik zeg, dat is nog alsof dat het gisteren was. Het was echt een bloedmooie vis. En daarbij ving ik nog een schubje van de lagere gewichtscategorie. Nu, dat kon de pret niet drukken. Ik was enorm blij met die eerste nacht hier. En dat is onmiddellijk een bevestiging. Je komt 3, 4 keer kijken, je ziet die vis zwemmen. Je voert lichtjes, je komt een nachtje vissen en je vangt onmiddellijk op 2 van de 3 hengels vang je een vis. Ja, dat is gewoon super. Dat is, dan weet je gewoon dat je goed bezig bent. En als je gewoon die trend doorzet, je komt kijken, je voert lichtjes, je gaat opnieuw erop vissen en je vangt opnieuw vissen gelijk vandaag. Ja, dan weet je gewoon dat je opzet geslaagd is en dat het gewoon lukt. Dat je plan gewerkt heeft. En er is niks meer bevredigender als dat, zal ik zeggen, binnen je hobby. Dus ik hoop dat je iets aan die tips hebt. Nogmaals, doe jezelf niet dood door te veel te voeren. Elke keer als ik ben geweest, heb ik per stek misschien 3 handjes gebroken bollen gevoerd. En 2 handjes zoete maïs. Waarom zoete maïs? In mijn ogen is er geen enkele karper die wat zoete maïs voorbij zwemt. Ja, en heb je veel last van witvis, dan zal dat een moeilijke worden. Dan kun je dat misschien beter laten. Maar laat het wateren toe, dan zou ik absoluut die zoete maïs gewoon erbij voeren. Ik vis er niet mee, maar ja, je hebt enkele aandachtspunten. En die suikers wat daaruit vrijkomen, dat is gewoon een karpermagneet. Dus zeker en vast eens proberen. Ik hoop dat jullie iets gehad hebben aan de tips. Aan mijn inzicht in het vissen in het voorjaar. Rest mij niet meer als jullie te bedanken voor te kijken. Ik hoop dat jullie er evenzeer van genoten hebben als ik. Want ja goed, 22 kilo vissen vangen op 24 uur. Het is en het blijft hallucinant. Ik kan het nog altijd niet te goed vatten. Maar goed, ik hoop jullie volgende keer opnieuw te mogen verwelkomen in een nieuwe video. Tot de volgende keer.